Je neus, een van de belangrijkste zintuigen van je lichaam. Met die geuren sla je eigenlijk ook een soort van herinneringen op. En of je bijvoorbeeld bij je partner past. Heel erg belangrijk dus. Tijd om eens even met mijn neus erin te duiken en er alles over te leren. Oeh. Zo, Samia. Hoi. Het ruikt hier lekker. Lekker, hè? Ja, wat ruik ik? Je ruikt waxmelt en de parfum. Die twee heb ik samengevoegd. En dan krijg je dus geparfumeerde waxmelt. Het is eigenlijk gewoon een klein rompje wax. Met daarin dus de parfumgeur. Dat leg ik dan op een brander. Onderin de brander komt er een theelichtje. Door de warmte van het theelichtje gaat het waxje smelten. En op het moment dat het gaat smelten, komt er een heerlijke parfumgeur vrij. Nou, jij maakt deze waxjes eigenlijk zelf, hè, voor jouw webshop Luxurious Scents. Ja. Hoe stel je dan zo'n assortiment samen? Het assortiment probeer ik zo breed mogelijk in te zetten. Dus voor ieder wat wils. Degene die ons zoet houden, die vinden zoet. En juist alleen maar van dat sterke, krachtige, kruidige geurtjes houden, die hebben dat ook. Dus ik probeer het zo breed mogelijk in te zetten. Maar we hebben het dus niet over geuren zoals lavendel of een vanille of iets dergelijks? Nee, die zijn er eigenlijk al heel veel. En ik probeerde juist te richten op parfum. Ik ben zelf een super fan van parfum en lekkere geurtjes. En ik vind het zelf heerlijk om thuis te komen en dan een kaarsje aan te, of een waxje aan te zetten in dit geval. En dan gewoon helemaal thuis komen met die gevoel van parfum. Er is ook een bodyolie op basis van parfum ook. Dat is een serumachtige olie die heel dunnetjes uitsmeert op het lichaam. En die gewoon subtiel genoeg heel de dag blijft hangen. En daar je er gewoon de hele dag plezier van hebt. Er zit geen alcohol in, maar wel rijk aan vitamine E. Want dat is gewoon een power boost voor je huid. Die voedt je huid gewoon heel goed. Stel nou, ik moet er eentje cadeau doen aan iemand. Mm-hmm. Heb je dan een tip? Welke moet ik dan nemen? Dat is zo lastig, hè? Dat ligt een beetje aan ook wat je zelf wilt. Je kan bijvoorbeeld een cadeaubon aanbieden, maar dat is minder leuk. Mm. Een product om mee te geven is altijd veel leuker. Daar raad ik persoonlijk aan om een startpakketje aan te bieden. Waar één van elk geurtje in zit. Op die manier kan de ontvanger goed kijken van wat vind ik lekker, wat vind ik niet lekker. En op basis daarvan een eventuele vervolgbestelling plaatsen. Nou, heb ik nog één vraag voor je. Een best een persoonlijke vraag natuurlijk. Yeah. Welke is jouw favoriet? Oh, gaan we hoor. Ik bedoel, ze zijn allemaal zo lekker. Ja, dat snap ik. En het heeft ook wel een beetje invloed in de tijden waarin we leven, het seizoen waarin we zitten. Dan zou ik zeggen, probeer Diamond Lady eens. Oh ja? Ja. Wat wil dat zeggen over mij? Helemaal niks hoor. Nee. Het is lekker. Ja.